Hoi en welkom bij FEM. Het is inmiddels al bijna een beetje beachwear aan het worden. We gaan allemaal massaal naar het strand met een beachbag, met onze spulletjes mee. Lekker je spullen neergooien en de zee inrennen. Heerlijk, wie houdt daar niet van? Maar hey, het kan ook een beetje gevaarlijk zijn, want je hebt natuurlijk wel waardevolle spullen bij je. Dus ik ga jullie vandaag laten zien hoe je die het best kan maskeren terwijl je naar het strand gaat. Dit is wat ik zelf altijd meeneem in mijn beachbag. Een handdoek, slippers, iets van speelgoed, zonnebrandcreme, een tijdschrift, lipgloss en mijn 3 big essentials, namelijk mijn sleutels, dan mijn portemonnee met pasjes en mijn mobiel. Als ik zou moeten kiezen, dan zijn dit eigenlijk mijn meest waardevolle spullen. Nou, tip 1. Haal sowieso het allerbelangrijkste eruit wat je nodig hebt. In dit geval, naar het strand, neem ik gewoon een briefje met geld mee. Dit is al een stuk minder dan die hele portemonnee meesjouwen. Verder, als het lukt, haal gewoon je belangrijke sleutels eraf en laat de rest thuis. Klaar, dit is al een stuk minder dan die hele bal met spullen wat je eerst had. Dit compact past bij elkaar. En dan gaan we nu deze dingen samen ergens instoppen. Zie hier een oude deodorantfles van Gregor. Of flacon. Ik maak hem open. Ik haal het binnenkantje eruit. Zo'n stick is wel handig, want er past veel in. De binnenkant kan je nog een klein beetje schoonmaken, omspoelen met een doekje. En voilà, je hebt een geheime koker voor je sleutels en voor je geld. En eventueel pasjes of andere kleine belangrijke dingetjes. Je kan ook je mobiel erin proppen, maar eerlijk, ik zit de hele tijd met mijn mobiel te spelen. Dus die wil ik liever los hebben. Tadaa! Wie zou nou denken dat hier iets waardevols in zit? Niemand. Hop, zo je tas in, klaar. Maar die mobiel is natuurlijk ook belangrijk en ik hou hem het liefst even los. Ik vind het ook irritant als hij in het zand komt. Dus wat mijn ultieme tip is, je neemt een tijdschrift. Hé, kijk, dat is mijn creatie. Neem het tijdschrift, blader tot iets van het midden en stop je mobiel gewoon in dat tijdschrift. Een krant is ook een goeie, want niemand pakt over het algemeen tijdschriften van anderen. Of kranten, of boeken. Dat wordt niet echt, het is niet boeiend, zeg maar. Stop hem erin en niemand heeft wat door en hij kan zo in je tas, terwijl jij de zee inrent. Ik heb echt 1001 koker ideeën, maar ik wil ook niet dieven op ideeën brengen, dus je kan ook andere soort kokers maken. En dan heb ik nog een laatste tip om hoe je iets heel erg waardevols kan bewaren. En het is eigenlijk best wel smerige, maar ik wil hem toch even laten zien. Dit is een nieuwe schone onderbroek die echt nog niet gedragen is. Don't worry. Neem een onderbroek. Dit tipje zag ik op internet en hij is gewoon echt geniaal. Neem dan het kruis, stop daar je waardevolle item, dus bijvoorbeeld je mobiel. Wikkel het er zo omheen dat dat kruis zeg maar echt heel duidelijk bovenop ligt. Vervolgens maak je dat kruis vies met ketchup of met chocopasta of iets. En geloof mij, al weet iemand dat er mobiel in zit, niemand durft dat aan te raken. Yuck. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan mijn tips. Bedankt voor het kijken en tot snel weer. Tot ziens. In de video van vandaag ga ik jullie tips geven over hoe je gezonder kunt eten. En het is zomer en waarschijnlijk ga je naar een zonnig strand.